bent. En welkom bij Rico's Vragenuurtje. Volg mij maar. Binnenkort wordt er aan jullie gevraagd om een enquête in te vullen. Het zijn heel gemakkelijke vragen. Zo makkelijk dat een kind het zelf kan uitleggen. En daarom hebben ze aan mij gevraagd om een beetje meer uitleg te geven. Let's go! Even herhalen. Als je het helemaal eens bent met hetgeen dat er gezegd wordt, geef dan een hoge score. Als je niet eens bent, geef dan een lage score. Vraag 1! Bedoeld wordt is dat ik mijn taakpakket ken. Hierdoor kan ik mij inzetten op hetgene dat belangrijk is. Vraag 2. Ik krijg wat ik nodig heb om mijn werk te doen. Dit helpt de efficiëntie te maximaliseren en voorkomt onnodige stress. Vraag 3. En daar ben ik blij om. Dat betekent dat het bedrijf mij kent. Ik heb dan ook een rol gekregen waarin ik elke dag mijn vaardigheden en kennis kan gebruiken. Kortom, het beste uit mezelf tonen. Zijn jullie nog mee? Vraag 4. Oh, maar dat is 3. Ik vind schouderkopjes leuk. Dankzij die positieve feedback weet ik dat mijn inspanningen erkend en gewaardeerd worden. Vraag 5. Ik ben meer dan een nummer. Ik heb het gevoel dat iemand eerlijk en oprecht aandacht voor mij heeft. Vraag 6. Dat is voor mij wel een beetje moeilijk. Voor jou betekent het dat jij aangemoedigd wordt om te groeien en jezelf te ontwikkelen. Nu vraag 7. Joepie, ze luisteren naar mij. Ik weet dat er naar mijn inbreng geluisterd wordt en dat dat soms het verschil maakt. Vraag 8. Ik denk dat het gaat over geloven in wat Rico doet. Dat betekent dat je je baan belangrijk vindt en er dus volledig voor gaat. Buikwerk aflevert, wist je al. Maar je bent ook overtuigd van de kwaliteit die jouw collega's afleveren. Vraag 10. Ik heb zeker een beste vriend op school. Hopelijk heb jij ook iemand op je werk waarin je kan praten en die naar je luistert. Iemand die je kan vertrouwen en die je helpt om op je werk jezelf te zijn. We zijn er bijna, nog 2 te gaan. Ja, en lucht. Het lijkt een beetje op mijn schoolrapport. Het is ook een evaluatie, waardoor ik weet of ik goed bezig ben en wat de juffrouw van mij denkt. Vraag 12. Ik moet nog lang naar school, maar jullie krijgen de kans om te leren en uitgedaagd te worden.
Dat wordt allemaal vastgelegd in jouw persoonlijk ontwikkelingsplan. Zo, dat was het dan voor vandaag. Veel succes met het invullen van jullie enquête. Daag!